172. Piet van Buren, 107 en 129. Nicky Taat, Maarten van der Linden, 106. Sarah van Ekeris. Nummer 211, Casper Vrolijk en nummer 93, Gosse Aldersom. En zo komen ze achter elkaar binnen. Achter elkaar komen ze binnen. En we zijn 10,5 minuten onderweg. Als deze loop gefinished is, dan gaan we verder met de neo-senioren over 3 kilometer. Dat was Noah. Noah Scholten was dat. 105 en 139. Dat zijn Kim Nieste en Evelijn Gilles. En 104 en Larisse van Meel. En 94, dat is Isabelle Klap. Hoppa. Allemaal binnen. En nummer 322, Sam van Dijk uit Van den Kurgers uit Kromme Knie. En nummer 290, Onno de Moes. 108 is Gidde de Wilde. 333 is Isabelle Hillenaar. En, nummer 98, dat is Charlotte van Akker. En we kijken en we zien nummertje 85. Jelani James. Oké, Jelani. Dat ziet er aardig op, denk ik. Zouden we nog 10 binnen moeten krijgen? Hou alstublieft de baan nog even vrij, want er komen nog mensen aan. Dank u wel. Op de tweede plaats bij de CD-meisjes, Elfie de Rooij. Hou de baan vrij, komt nog een loper aan. Dank u wel. En de winnares bij de meisjes. En ze won de hele loop, hè. Dus een dubbel hard applaus. Ze was ook sneller dan de jongens. Emma Kok. En dan roep ik op bij de jongens, Douwe Koldijk, Duncan Steenbakker en Remco van der Vlier. Graag naar het 1-2-3 podium, naast het wedstrijdsecretariaat. Op de derde plaats, Remco van der Vlier. En let op, want er komt nog een loper aan, er komt nog een loper aan. Op de derde plaats, Remco van der Vlier. CD's. En hij verdient best een applaus hoor. Echt wel, tuurlijk. Op de tweede plaats is geëindigd bij de CD Junioren Jongens, Duncan Steenbakker. En de winnaar bij de jongens heet Douwe Koldijk.